geworden. Laurien stuurt, ik heb gisteren tranen gepinkt bij de verklaring van elke kandidaat. Zoveel respect voor elkaar. Was dat in real dating life ook maar zo? Dat het alle kandidaten voor de wind mag gaan. En Tamara stuurt, troost Jolien, ik heb ook zitten blijten bij blind getrouwd. Ja, voilà. Iedereen weet ook wel hoe onbeantwoorde liefde voelt, denk ik. Iedereen heeft dat al eens meegemaakt. En ik denk dat als je gisteren blind getrouwd hebt gekeken, dat je dan echt wel kon meevoelen met het beslissingsmoment van Wendy en Damiano. Wendy die kon zo af en toe wel eens leuteren de voorbije weken. Daar werd alles mee gelachen. Maar gisteren vond ik haar echt oprecht zo moedig. Dit zei ze gisteren tegen Damiano nadat hij haar eerst had verteld dat hij niet meer dan vriendschap voor haar voelde. Ik had heel graag de vrouw aan uw zijde geweest. Maar de liefde laat zich niet dwingen. Dus ik respecteer uw beslissing om niet getrouwd te blijven, want ik weet dat jij alles hebt gedaan wat je kon om die te laten slagen. Ja, en ik voel het weer helemaal terugkomen. Hè. Zo eerlijk durven toegeven dat ze eigenlijk de vrouw aan zijn zijde had willen zijn, terwijl ze weet dat het niet wederzijds is. Hoeveel mensen zouden er dat aandurven? Supermoedig, supermooi. En ik heb haar toch even opgebeld om haar dat te vertellen. Dag Wendy. Goedenavond, Jolien. Hoe is het met jou? Heb je veel reacties gekregen na de uitzending van gisteren? Ja, dat is eigenlijk echt ongelooflijk. Heel veel lieve reacties van heel veel mensen. Dat is eigenlijk wel een overrompeling. Ik kan het mij voorstellen. Wat was zo het liefste dat ze jou stuurden? Wat waren de boodschappen die ze jou gaven? Dat ze ons inspirerend vonden, hoe dat we met elkaar zijn omgegaan. Dat ze het ook heel mooi vonden dat wij op een heel respectvolle manier met elkaar zijn omgegaan, terwijl dat wel geen gemakkelijke situatie waren. Ze hebben mij echt wel een hart onder de riem gestoken. Ja, jij bent door de afleveringen heen wel duidelijk degene geweest die het best over haar gevoelens kon praten. Hoe moeilijk was het voor jou om die brief die je had voorbereid, of die, wat je wou zeggen tegen Damiano, om die ook tegen hem te vertellen? Was dat een moeilijk moment? Ja, dat was super moeilijk, maar ik vond dat wel belangrijk. En ik denk dat zowel Damiano als ik dat moment ook wilden nemen. Gewoon, we hebben ons op elkaar gefocust. We hebben geen rekening gehouden met camera's. We wilden dat echt nemen om daar een mooi einde aan te geven eigenlijk. Dus dat was voor ons ook een soort afscheid. Dus ik denk dat je dat ook ziet op de beelden. Ja, absoluut. Ik zag je ook vechten tegen de tranen die uiteindelijk dan ook doorkwamen. Hebben jullie achteraf nog veel gebabbeld? Want jullie zijn nog gaan eten, hè? Veronderstel ik dan? Ja, klopt. We zijn nog naar Leuven geweest. Gewoon een leuk avondje nog van gemaakt. Echt een slot eigenlijk, van die 5 intense weken. En daarna hebben we wel even afstand genomen van elkaar. Ik heb dat gevraagd omdat ik dat dan nodig had. Dan na een dikke maand denk ik dat wij toch zijn beginnen afspreken en bellen. En nu hebben we echt een heel goed contact. Ah ja, dus, jullie zijn nog altijd vrienden. Dat is heel belangrijk. Ja, absoluut, absoluut. Oké, superleuk om te horen. Wendy, ik wilde jou eigenlijk gewoon even zeggen dat ik ontzettend veel respect heb voor jou. En dat ik het ongelooflijk moedig vond wat jij gisteren hebt gedaan. Een man vertellen van ik wou het eigenlijk zijn, terwijl je weet dat het niet wederzijds is, dat vind ik echt ballen hebben. En ik heb ontzettend veel bewondering dat je dat hebt gedaan. En dat wou ik even zeggen. Dankjewel. Nee, echt waar. En ik wens je het allerbeste. Heb je ondertussen, want we zijn 5 maanden later natuurlijk, is er ondertussen bijvoorbeeld al iemand die je hebt leren kennen? Nee, er is nog niemand speciaal in mijn leven momenteel. Nee, nog niet. Maar ik ben er zeker van dat die kandidaten, of er potentieel tussen zit, weet ik niet. Maar er zullen ondertussen wel genoeg kandidaten in de rij staan, Wendy. We zullen zien. Oké, kijk, heel, heel veel geluk gewenst. En merci dat we even mochten bellen. En onthaal al die warme reacties maar, hè. Ja, dat zal ik wel doen, hoor. Bedankt en graag gedaan. Heel fijne middag. Salut.